Het verschil tussen een vectorbestand en een bitmap kunnen we heel duidelijk zien wanneer we extreem gaan inzoomen. Inzoomen doen we door op de plus-toets te drukken. Bij een bitmapbestand zie je de pixels heel duidelijk zichtbaar worden. Je krijgt een onscherpe, gekartelde rand. Bij een vectorbestand daarentegen blijft de lijn mooi glad.